Hallo, dit zijn de kaartjes voor de maagd voor jullie. Ik ga eerst werken met de Power Tarot kaartjes van de engelen. Oh, het eerste kaartje is een perfect kaartje, dat is de zon. Dus dan betekent dat alles lekker gaat, dat Uriel is het. Life is wonderful. Blijf positief. Ja, en succes komt eigenlijk. Dus heel mooi begin voor jullie, lieve maagden. Wat krijgen we dan? Oké, okay. King of Ariel. Oké. Okay. En dat is eigenlijk koning van staven. En dat betekent ook voorspoed. Your plans are working out very well. Je hebt eigenlijk professioneel of financieel succes. Dus, ja, eigenlijk ook heel, heel mooi kaartje voor jullie. Dus, nou, dit is echt een hele positief, maar blijf positief, hè? The power of positive thinking. Maar dat brengt dus ook heel veel. En je hebt het ook allemaal in je, hè? Dus, eigenlijk ga je de weg vinden naar spiritualiteit. En dat ligt hier ook als je vredig bent. En dan kan je een nieuwe stap nemen in die spiritualiteit. En dan kan het best betekenen, hè, want dit is dan de kluizenaar met Raziel. Maar Raziel is ook de engel van de spirituele ontwikkeling. Wees een voorbeeld voor anderen, maar misschien heb je momenten nodig voor jezelf. He, om dat licht te vinden, zeg maar. Dus momenten van rust nemen, misschien met meditatie of zo. Dat je je eigen pad gaat lopen. He, want jij hebt alle potentie. En het wordt allemaal heel mooi. Maar wees dan ook een voorbeeld voor anderen. He, jij mag het licht dragen, een voorbeeld zijn voor anderen. En antwoorden krijg je dus ook als je rust neemt. Meditatie of iets dergelijks. Oké. En dit is het kaartje van 3 van Ariel. Hè? Die had je hier dus ook. 3 van staven. En dat is ook een heel positief kaartje. Do what you love. Dus doe wat je wil met je hart, zeg maar. Hè? A time of great personal growth in your career or artistic endeavors. Oké, okay, dit is misschien ook wel het kaartje van samenwerken, hè, voor het werk. Maar misschien doe je al iets met passie, hè, en gaat dat nog meer worden, hè? Wordt dat mooier? En kan je dat samen ook met iemand anders heel erg tot een mooi plan brengen? Gaan we even kijken wat de kaartjes van Carl Gray, de Angel Prayer kaartjes, daar wel bij willen zeggen. Oké, okay. Nog even op de gezondheid letten. Dit is ook weer die yoga, zeg maar, hè. Maar het is ook, thank you angels for guiding me to take healthy decisions. En dat is ook misschien zelfs wel de natuur ingaan om tot rust te komen, bijvoorbeeld. Hè? Dit hoeft helemaal niet per se natuurlijk, roken of suiker of alcohol. Het zijn allemaal dingen die lastig zijn. Maar je hoeft niet te kritisch voor jezelf te zijn. Hè? Maar neem de rust. Ga de natuur in, zeg maar. Dan kan je ook veel meer van die dingen nog doorkrijgen. Kijk, dan krijg je signs from heaven. Nou, dit is mooi. Let eens ook op veertjes en zo. En dan zeg je, oké, ik krijg berichten van jullie. En dankjewel dat jullie mij signalen geven. Regenbogen, zelfde cijfers op de klok. Veertjes, zijn allemaal berichten van het universum is bij jullie. En neem dan maar die stap om te nemen voor een leap of faith. I'm ready to take a leap of faith. Thank you for doing it with me. Hey,
die leap of faith is misschien wel, ik ga mijn werk, wat ik doe, met mijn passie, dat ga ik misschien wel groter maken of zo. Nou, daar heb je ook die leap of faith bij nodig. Dus, lieve maagden, ik wens jullie een hele mooie maand toe. Doe wat je wilt doen en er komt heel veel moois op jullie pad als je ook af en toe de rust neemt voor jezelf. Oké. Heel veel licht en liefde. Als jullie vragen hebben of nog problemen hebben of nog meer duidelijkheid willen hebben, zijn jullie welkom in mijn praktijk. En anders zie ik jullie heel graag volgende maand.